De jongens van Lotto Jumbo stappen nieuwsgierig in de vlieger. Dit is Moreno Hofland, die heeft altijd een glimlach op zijn gezicht en nu is hij net wat breder na de eerste seizoenszege. Er zijn verwachtingen, er is hoop. Het vuurwerk moet van de jongens van het Brabantse land komen. Nou, ik ben gewoon benieuwd of ik weer die top 10 in kan duiken en dat zou, het zou een heel mooi resultaat zijn voor mij. Ja. Rit winnen. Ja. Hofland mocht na wat een kwakkelvoorjaar heet eindelijk weer eens zijn armen in de lucht gooien. Tijdens de generale repetitie, de Tour of Yorkshire. Is er een ideale moment zo vlak voor de Giro? Nou, nee. Zeker omdat de Lotto Jumbo ploeg nog op die hatelijke nul stond. Ja, zeker. Voor de ploeg vooral. Wie had het harder nodig, jij of de ploeg? Allebei denk ik. Voor mij is het natuurlijk, het is voor mij ook gewoon even lekker. Het is even een beetje die druk die eraf valt. Ja, daarvoor beurt je ook een beetje vraagtekens bij jezelf. Van, het is wel lang geleden, kan ik het nog wel? Weet je wel. En ja, nu heb ik eindelijk een ronde, heb je eigenlijk even die zelfvertrouwen. Vooral voor zo'n grote ronde is dat ook wel nodig. Kruiswijk rijdt alweer een tijdje vol vertrouwen rond. Na de Tour van vorig jaar weet de klimmer dat hij weer met de beste 10, 15 renners mee omhoog kan. Na een hoogtestage gaat Kruiswijk nu op voor de hoofdmaaltijd. De ploeg heeft hem kopman gemaakt. De Giro, zijn ronde. Er is druk in de spotlights, maar kom maar op. Ik denk wel dat ik wat vertrouwen heb opgedaan vorig jaar, zeker in de Tour. En ja, hopelijk kom ik deze Giro geen pech tegen. En kan ik gewoon deze 3 weken... echt laten zien wat ik kan en hopelijk rolt er dan ook een mooi resultaat uit.